ben materialen aan het ontsmetten. Zodat ik beter, nou ja, dat het allemaal een beetje steriel is. Want mensen hebben vaak een hele lage weerstand. Dus dan zorg ik ervoor dat het materiaal schoon is waar we mee gaan werken. Ik ben kunstzinnige therapeut in het Erasmus MC Kankerinstituut. En dat betekent dat ik bij de patiënten op de kamers kom en dat ik daar met ze ga tekenen of schilderen. En dat kan helpen in het ontspannen, het uiten van emoties, weer even een gezonde kracht aanspreken en die versterken. Iets van thuis waar je zo naar verlangt weer te geven en daar naartoe te dromen. En ondertussen ontstaat er vaak een mooi gesprek en ja, is er echt volledige aandacht voor de patiënt en dat is ja, heel mooi werk. Wanneer heb jij voor het laatst een regenboog gezien? Weet je dat nog? Elke avond in de kamer ontstaat hier een regenboog op het bed. Oh, echt waar? Ja, dat komt door die ramen of zo, denk ik. Als iemand het heel koud heeft, dan gaan we met iets warmere kleuren aan de slag. Iemand last van de ademhaling, dan gaan we kijken of we bijvoorbeeld met het schilderen die ademhaling mee kunnen nemen. En dan is het maar de helft wat iemand schildert. En soms schilderen we samen op één vel. Dat doet ook iets heel moois in de verbinding. En soms schilder ik voor iemand, omdat iemand te veel pijn heeft of te veel, weinig energie. En ja, dan kan ik op die manier steunen. Je mag echt heel dichtbij komen en dat je dus echt wel ja, zo goed iemand kent en als het dan minder goed gaat, dat zet jezelf ook wel aan het denken. Je gaat ook wel nadenken over je eigen leven en keuzes die je maakt. Maar het is vooral heel bijzonder wat je dan iemand kunt bieden die in zo'n kwetsbaar moment van zijn leven zich bevindt. En ik kijk dan altijd naar van, ook al is het heel zwaar op dat moment, van maar wat heb ik wel kunnen doen en wat heb ik die persoon kunnen geven. En daar probeer ik voor mezelf dan nou, ook wel kracht uit te halen. Het lijkt gewoon alsof je niet echt meer echt in het ziekenhuis, ja niet echt, niet dat je niet meer in het ziekenhuis bent, maar alsof je even weg bent zo'n beetje. Je bent gewoon iets anders aan het doen, dan vergeet je zo'n beetje de pijn. En dan van een afstandje kijken. Het is altijd weer anders dan wanneer je met je... Ja, beneden heb je een plek en dan zit je het gewoon zo erop. Ja, precies. Die kan mooi daar. Ja. Ik kan iemand niet genezen. Ik kan iemand wel proberen voor dat moment zich een beetje beter te voelen. En ja, daar ga ik dan voor.